Ja, Tom van Hieft, na zondag willen jullie natuurlijk revanceren om het laten zien. En die eerste helft ging het goed mis, hè? Ja, inderdaad. Ik denk op zich dat we het eerste kwartier dat we de evenknie niet waren. Dan krijgen we zelf ook een hele mooie mogelijkheid om de 1-0 te maken. En dan ben je misschien vertrokken. Maar laat hij er daarin gaat, gaat hij in de volgende fase gaat hij er aan de andere kant erin. En daarna krijgen we nog een heel makkelijk doelpunt tegen, denk ik. En dan sta je 0-2 achter en dan wordt het heel moeilijk. Ja, was het toen ook een mentale knak, zal ik zeggen? Nou, ik denk het wel. Zeker tot aan de rust. Aan de rust probeer je elkaar nog een keer op te peppen en hoop je zo snel mogelijk 1-3 te maken. En als je die maakt, dan heb je misschien weer het geloof en, om de kloof te dichten. En die bleef net iets lang uit, denk ik. En, we hebben dan 2-3 minuten na de 1-3 even het geloof gehad, maar dan loop je op een dodelijke counter die zij mooi afmaken en dan is het gedaan. Ja, toch zag je de tweede helft wat meer inzet, wat meer felheid, wat meer geloof misschien wel. Ja, ik denk dat het ook moest na die eerste helft. Ik denk dat je de mensen die vandaag hier komen kijken zijn toch iets moet geven. En dan moet je het op die manier, als het op voetbal dan iets minder gaat, dan moet het maar op mentaliteit en inzet. En dat hebben we gepoogd, maar het is niet echt 100% eruit gekomen. Ja, je neemt natuurlijk alle risico's in die tweede helft. Hè? Ja, natuurlijk. Trainer haalt er een verdediger uit en probeert dan met twee spitsen iets meer druk op punt te zetten. We gaan dan ook iets sneller de lange bal soms gaan zoeken in de hoop dat hij een keer in de tweede fase goed viel, maar dat gebeurde ook niet direct. Dus, Ja, en nou heb je dan 2 keer achter elkaar verloren. Vorige week natuurlijk heel knap gewonnen van PSV, maar daarvoor ook verloren. Het lijkt een moeilijke fase voor Roda op dit moment, hè? Ja, inderdaad. Het geluk zit ook niet echt aan onze kant, denk ik. Ik denk ook afgelopen weekend in de derby, denk dat we wel de betere van het spel hadden, maar dat we eigenlijk niet de trekker hebben overgehaald. En ja, in een derby is maar één ding dat telt, is de overwinning. En die hebben we zondag nagelaten, hadden we hoop vandaag te doen. Maar ja, goed, vandaag zit je zelf ook weer tekort. En zondag staat er opnieuw een belangrijke wedstrijd programma. Ja, jouw oude club, MVV, hè, wordt misschien het medicijn wat Roda nodig heeft op dit moment. Ja, inderdaad. Ik denk dat we daar kosten 3 punten moeten meebrengen. En op welke manier, dat maakt mij en denk de rest ook niet echt uit. Als die 3 punten maar mee naar hier komen. Ja, want je moet nou iets doen om zeg maar een vrije val te voorkomen. Ja, inderdaad. Om die aansluiting te houden. En om jezelf ook weer een goed gevoel daaraan over te houden, heb je zonder de 3 punten nodig, kost wat kost. Ja, want dit is natuurlijk hetzelfde, dit is beker, maar komt het toch hard aan? Ja, zeker. Ik bedoel, je zit in een kwartfinale, je hebt de kans om naar de halve finale te gaan. Ik heb het nog niet meegemaakt, dus dat komt zeker hard aan. Maar goed, het is weer kort dag en zondag heb je de volgende. Dus even bij stilstaan en dan gewoon weer de batterijen opladen voor komende zondag. Heel veel succes erbij, dankjewel.